hartmassage. Ah ja, moet eerst niet zo eens... Ja, maar hij ademt sowieso niet, dus we gaan beginnen met de hartmassage. Dus als hij niet ademt, dan moeten we beginnen. Voilà. Oké. Okay. Op het einde van ons project gaan ze dat perfect vinden. Hè. Dus ondertussen heb ik een AED-toestel. Ik ben erbij gekomen. Ik ga de pads pakken. Ik ga dat toestel opzetten. Ik ga ze er nu niet op kleven. En van het moment gaat dat toestel eigenlijk zeggen wat wij moeten doen. Demonstratie, modus. Behalve dat. Dat zegt hij. Analyse, hart. Dus we hebben de pads erop gekleefd en nu moeten wij wachten of dat er hartritme is of niet. Afstand. Schok geadviseerd. Hij gaat een shock toedienen, dus iedereen blijft van de pop af. Hij gaat opladen. Druk op knipperende schok. Kijk rond, niemand raakt hem aan. Toegediend. Het is veilig. De patiënt aan te raken. Dus het toestel heeft niet gewerkt. We gaan verder met hartmassage. Start hartmassage. Dat is perfect. En we zien in één keer dat hij zegt van oké, ik ben er. Goed gedaan. Start beademen. Wat dan een vedette niet kan doen. Dus dit is de belangrijkste wat we moeten bereiken. Snel mogelijk, de mug en de ziekenwagen die gaan gebeld worden. Wij gaan ter plaatse komen. Hè. We gaan snel ter plaatse komen. Maar tussen dat wij ter plaatse komen en dat die patiënt er ligt, dat is de belangrijkste fase van gans het verhaal. Daar moet het opgestart worden. Gebeurt er daar niks, dan mogen wij nog zoveel moeite doen. Misschien halen we hem erdoor, maar de kans is heel groot dat we het niet gaan halen. Dus de bedoeling is dat de eerste schakel, dat het snel herkennen is, als er iemand op de grond ligt van kijk, ik ga daarheen gaan, en niet zeggen van, oh, ik blijf hier staan, want die heeft bloed of braaksel aan zijn mond hangen, want dat kan, hè, dat dat gebeurt. Dat je er naartoe gaat, dat je hulp zoekt, dat de hulp onderweg is, dat is een 112, en dat je ook doet wat je moet doen. En als wij ter plaatse komen, chapeau voor die dat gedaan heeft, maar dan hebben wij een kans. Jurgen, wat ik ook wel interessant of negerend vond, is het feit, de frequentie. Dus het komt erop neer dat je 30 keer...